Yo, what's up guys? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En ik ga alvast verklappen. Deze video was echt long, long overdue. Zeker omdat die al vanaf 8 december beschikbaar was. De update waar we het vandaag over gaan hebben. Maar ik was er gewoon eerder niet aan toegekomen. Een boel andere games, vakantie, nog dingen die ik moest doen voor GameKings. Maar nu hebben we de tijd en dus nu gaan we ook even een kijkje nemen. En of dit ook de moeite waard is, zeker wanneer je bijvoorbeeld ook de PC-versie thuis hebt staan. We hebben het natuurlijk over de next-gen patch voor Destiny 2. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik heel even aankondigen. Ik heb een hele vette giveaway. Ik denk dat ik een hele vette giveaway heb. Zoals je misschien wel weet, ik heb onlangs mijn PC geüpgraded met de RTX 3080. En de afgelopen maanden heb ik natuurlijk nog gewoon gestreamd vanaf deze kaart. De MSI Aero GTX 1080. En zoals je weet, ik stream en game tegelijkertijd op een enkele PC. Ik heb geen losse streaming PC. Dat heb ik de afgelopen jaren dus met deze kaart gedaan. Hij runt ook gewoon Cyberpunk, dus dat zegt allemaal wel genoeg. Wil je die winnen? Ga dan heel even naar mijn Twitterpagina. Daar staat wat je moet doen. En je moet sowieso gesubscribed zijn op dit kanaal. Ben je dat nog niet? Subscribe dan even. Dan kan je kans maken om deze videokaart te winnen. Leuk voor een enthousiasteling die misschien zijn allereerste PC-beeld wil gaan waarmaken. Of gewoon iemand die naast zich op zoek is naar een upgrade. Want er zijn veel van jullie, heb ik al gezien. Laten we in de game gaan duiken. Destiny 2 Next Gen Patch. Dus we spelen hem vandaag op de PlayStation 5. En we doen gewoon even heel kort een strikey. Gewoon een normale playlist strike. En dan kan ik daar ook een beetje de verschillen laten zien ten opzichte van de previous gen versie. Gelukkig kan je met deze next-gen versie wel gewoon als PlayStation 5 speler tegen PlayStation 4 speler spelen. Dat is bijvoorbeeld bij Destiny of bij FIFA is dat niet zo. Als jij de FIFA 21 PS5 versie hebt, kan je niet tegen PS4 members spelen en vice versa. Heel erg vreemd. Zeker omdat volgens mij was het een jaar geleden dat EA het nog zo heel erg hoog opgaf over crossplay en hoe belangrijk dat was en dat het de toekomst is van EA. En dat zagen we bijvoorbeeld ook in Star Wars Squadrons. Dat was gewoon gelijk vanaf day one crossplay met Xbox, PC, PlayStation. En dan om een of andere reden FIFA weer niet. Wat gewoon dezelfde game is, in dezelfde engine, met een paar grafische toeters en bellen extra. Maar is dat een reden om dan geen crossplay te hebben? Ik blijf het een beetje vreemd vinden. Frame rate blijft hetzelfde namelijk. Daar heb je ook geen voordeel van. Maar oké. Het is what it is. En je zal het misschien al gelijk gaan merken. Ik hoop dat we dat nu ook gaan merken. Ja, dat zien we al gelijk. De laadtijden van Destiny 2 op de PlayStation zijn echt enorm verbeterd. En als ik zeg enorm verbeterd, ik kan dat niet overstaten hoe groot het verschil is. Ik vond oprecht de PlayStation en de Xbox One versie van Destiny op een gegeven moment gewoon echt onspeelbaar. Zeker omdat je op verschillende planeten vaak bounties moet halen en je dus heel erg vaak heen en weer gaat. Ja, daar waren de laadtijden gewoon echt niet te doen. Zeker niet wanneer je, zoals ik, per se gewend ben. Dus ik heb de consoleversie echt heel erg lang links laten liggen. En nu speel ik hem weer met alle liefde en plezier, kan ik je vertellen. Omdat het gewoon een hele goede versie is wat dat betreft. Oh, wauw. Such aim. Een van de dingen die meteen zal opvallen, en dat is ook de reden waarom ik het natuurlijk in 4K opneem. Deze game is eindelijk gewoon native 4K op zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5. En dat is een welkome toevoeging. Als ik me niet vergis, was de Xbox One X versie. Dus dat is nog previous gen, maar de Xbox One X, niet de Series X. Die was al native 4K. Maar zoals je misschien wel weet, was die game gecapped op 30 frames per seconde. Ook op de PlayStation 4 Pro trouwens. Maar die haalde geen native 4K. En dat zorgde gewoon voor een hele langzame Destiny versie. Wat zonde is, want een game zoals deze, met echt heel veel particle effects en hele vette guns die je razendsnel afvuren,
wil je echt niet op 30 fps spelen. Het voelt gewoon sloom, log aan. En je merkt al gelijk als je dit voor de eerste keer speelt op Next Gen. Het voelt zoveel nicer. Dit is hoe een... Dit is hoe een shooter moet zijn. Shooters op 30 fps, dat kan echt niet meer, man. En dat is dus een gigantische verbetering. En het blijft niet bij 60 fps. Nee. De Crucible, en dit hebben ze echt pas heel laat aangekondigd. Blij dat ze het hebben gedaan alsnog, hoor. Ik snap niet waarom ze dat vanaf day one niet hadden gedaan. Maar de Crucible, als je tv of monitor toestaat, is zelfs te spelen 120 frames per seconde. Wat echt insane is. En natuurlijk wel een gigantisch competitief voordeel biedt voor spelers die op dat soort hoge framerates kunnen spelen ten opzichte van spelers die nog op 30 fps gecapt zitten. Want dat is wel een situatie die ontstaat natuurlijk. Dat je in een lobby komt te staan met spelers. Met spelers die... Oh man, ik blijf maar bevriezen. Die op 30 fps spelen. Wat? Ik zie die sniper de hele tijd niet, joh. Ah, ik probeerde hem te redden. Maar ik was iets te gretig, denk ik. Maar dan krijg je daar dus dat je spelers hebt die 30 fps spelen. En spelers die 120 fps. Dat is toch wel een heel erg groot verschil. Hey, maar I'm all for, man. Zeggen niet voor niks frames win games. Maar heel erg nice dat die feature ook is toegevoegd. En misschien dat het mensen weer wat meer aansport om ook wat meer Crucible te gaan spelen. Ik ben zelf nooit echt een Crucible speler geweest. Dat heeft onder andere gewoon met mijn skills te maken. Maar ik vind het ook gewoon niet zo heel erg leuk. Here we are again, cleaning up another of Clovis Bray's messes. I'm sure wherever he is, he's laughing at us. Zoals je misschien hebt gezien tijdens de stream, we hebben de nieuwe raid gedaan, de Deepstone Crypt. Toffe raid, toffe omgevingen wel. Niet zo insane als voorgaande raid, maar weer een welkome toevoeging. Zeker met de Vault of Glass die later terugkeert. Dat maakt me echt heel content. En dit is ook zo'n fijn wapen, man. Outbreak perfected. Ooit in de Zero Hour Mission gehaald. De Zero Hour Mission die mij in mijn eerste try gewoon bij de boss battle eruit gooide. En de Zero Hour Mission was time limited. En we waren nog netjes op tijd. En toen werd ik eruit geknikkerd. Wat op mijn PlayStation Plus precies op dat moment was verlopen. Echt verschrikkelijk. Er staat trouwens nog een video van... op YouTube. Dus mocht je dat willen zien, dat is gewoon terug te kijken. Echt tergend. En het was al wel de derde poging of zo, hoor. Maar het was de eerste succesvolle poging, zeg maar. Werd ik uitgekikt tijdens de boss battle. En de andere twee guys waarmee ik speelde, die hadden hem wel op dat moment gewoon gehaald. We moeten hier wel oppassen voor de snipers ook straks. En tracers. Zie ik ze al? Nee, ik zie ze nog niet. Ze staan daar boven. Ja, kijk, daar zijn ze. En het vet is met de Outbreak Perfected. Als je met de Outbreak Perfected headshots maakt, dan komen nog Siva spores los. En die doen echt heavy damage bij de mensen die er nog omheen staan. Een van de andere dingen, dat laat ik nu zo heel even zien, is Field of View. De game komt nu redelijk bekend voor, neem ik aan. Dit is de standaard Field of View die je altijd op console hebt. De PC-eigenaren weten dit natuurlijk al lang. Maar je kan nu ook eindelijk je Field of View aanpassen. En kijk even het verschil. Kijk even deze twee pilaren waar ze op dit moment in beeld staan.
En als ik dan de field of view verhoog. Dan gaan we hier naartoe. Ups. En hier zie je ook 120 Hz mode. Crucible only. Die kan je op maximaal 105 zetten. Kijk nu het verschil. Je ziet echt veel meer in je omgeving. Er is echt veel meer te zien. Enemies die recht voor je staan. Zijn daardoor wel wat kleiner. En dit is over het algemeen hoe competitieve mensen spelen. Omdat je, ja, wederom een competitief voordeel hebt. Wanneer je gewoon meer in beeld hebt staan. Dus enemies die vanaf de zijkanten komen. Zul jij eerder zien dan mensen die via de standaard field of view spelen. Is dat oneerlijk? Ja, mogelijk. Waarom is dat niet op de normale consoles? Nou, wanneer er meer in beeld is, moet er meer gerenderd worden. En dat kunnen de PlayStation 4 en de Xbox One kennelijk nog niet aan. Maar wat een verschil, hè. En ik zal hem weer heel even terugzetten. Kijk weer die twee palen daar achterin. En dan zal ik hem weer heel even op standaard field of view zetten. 75 is dat. Ik kijk hoeveel dichterbij ze ineens zijn. Je ziet dus minder. Maar ik denk dat voor de meeste mensen deze field of view ideaal is. Wat betreft immersie. Ik heb wel altijd namelijk dat als je de field of view te hoog zet, krijg je een soort van fisheye lens effect. Ja, dat is gewoon niet cool. Dat ziet er niet uit. Dus ik speel zelf meestal op deze. Maar besef, wil je een competitief voordeel, dan kan dat alsnog. Dit is dus een Vex Portal. Gebouwd door Clovis Bray, als ik me niet vergis. We zijn nu ook natuurlijk op Europa. Waar de Exo's geboren zijn. En dat is onder andere met Vex technologie. Waar wachten we nu op? Zijn we een enemy kwijt of zo? Normaliter had die toch al gespannen moeten zijn. Ja, ik hoor mensen alweer schieten. Yes. Daar is hij. Het lijkt wel alsof deze boss battle een beetje geglitched is. Oh nee. Ah, kennelijk zweeft hij hier gewoon rond, ook al ben je hier niet. Ik ga dood. Ik ga niet dood. Nong Hunger. Echt een beest van de auto rifle. Ik gebruik die zeker nu al een paar seizoenen achter elkaar. Ik zou er geen afscheid meer van willen nemen. En gelukkig schaalt hij ook nog redelijk mee. Dat was echt een blinde genaadworp. Nee! Yes! We hebben hem. De rest is ook down gelijk. Dat was de big boss. We're safe for now, but they'll be
Loot! I do indeed. Thanks again. Nee, you're welcome. You're welcome, you're welcome. Alleen maar blauwe troep gelijk dismantelen. Ze zouden wel echt iets in de game moeten bouwen om blauwe troep gelijk te dismantelen. Ik heb er echt niks meer aan namelijk. Gaan we even terug naar orbit. Laat ik nog heel even mijn tijd inzien, hè. Dat hoort er een beetje bij. Voor de mensen die hem nog niet op stream gezien hadden. Dit is mijn Titan. Ik ga een beetje voor een Empire Strikes Back look wat betreft helm. Nee, maar ik vind hem heel sick. De armen en de chest armor die komen uit de raid. Ik heb ook nog volgens mij is dit wapen ook uit de raid. Commemoration. Ik heb hem wel een shader overheen gegooid. Dus hij ziet er normaliter wat anders uit. Ik kan heel even laten zien hoe die er normaal uitziet. Normaliter ziet hij er zo uit. Ik vind het een toffe gear. Ik vind de kleuren ook best wel vet namelijk. Kijk, dit is de normale colorway. Dit. Zwart met wat turquoise en neonlichtjes. Ja, vet gedaan. Maar dit seizoen gaan we voor een white met gold. Van Kellas look. En heel erg vet. Maar Destiny. Next gen jongens. Dit was de video. En nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Dat is nu natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik kan eindelijk zeggen. Destiny is eindelijk weer speelbaar. Op de consoles. En ja, dat klinkt misschien heel erg snobistisch. Maar ik ben een PC speler. En PC spelers zullen met mij ook gewoon weten. Wanneer je deze game op PC hebt gespeeld. Is het gewoon heel erg moeilijk om terug te gaan naar console. Het lijkt net een dia show op dat moment. Dat is gelukkig allemaal gefixt. Field of View zit erin. Kleine grafische verbeteringen. Native 4K, 60 fps in de base game. 120 fps in Crucible. Allemaal welkome toevoegingen. Super blij ermee. Bungie, thanks for fixing Destiny. En hopelijk komen ze nog in de toekomst met een echt hele sicke upgrade. Waarbij echt de engine gewoon in zijn totaliteit een upgrade krijgt. Want nu spelen we gewoon een beetje de PC-versie. Maar we willen gewoon echt de next-gen versie met raytracing features en noem dan maar op. Of de engine dat aan kan, geen idee. De toekomst zal het uitwijzen. Maar voor nu hebben jullie gezien Destiny 2 op de PlayStation 5. Vergeet het niet, wil je de MSI Aero GTX 1080 winnen? Pak hem nog even erbij. Dit is hem. Zorg dat je subscribed bent op mijn kanaal. Check heel even mijn Twitter. Daar heb ik uitgelegd hoe of wat. En bedankt je nu voor het kijken. Vond je dit een tof video? Laat heel even een duimpje omhoog achter. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. Alsjeblieft, dankjewel. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Later!